Districtscommissaris Olivia Domini van Mungo is niet tevreden over hoe Mungonezen omgaan met het milieu. Ze zegt tegenover onze nieuwsdienst dat er een speciale vuilstortplaats in het gebied is, maar dat de lokale bevolking hun vuil langs de weg naar de vuilstortplaats dumpt. Dit zorgt niet alleen voor meer werk voor het commissariaat, maar ook voor een enorme stank in de buurt en een vliegenplaag. En die mensen hebben vreselijk last van een vliegenplaag. Begrijpt u? Ja. Terwijl, als je naar, naar die ravijn gaat, je stumpt erin. En van tijd tot tijd bedekken we dat vuil dan met lateriet of zo. Dan zouden die mensen niet zoveel last hebben van een vliegenplaag. Want dat vuil wordt in een groot gat gedumpt en van tijd tot tijd wordt het dichtgemaakt met lateriet. Dan zou je daar niet zoveel vliegen hebben. Maar vanwege het feit dat die mensen gewoon langs de weg die leidt naar de vuilstortplaats dumpen, gewoon daar helemaal voorin dumpen, krijgen die mensen te maken met een vliegenplaag. Begrijpt u? En die stank komt ook eruit en het is niet uit te houden. Domini roept alle Mungonezen op dat gedrag achterwege te laten. Kwaadwilligen storten het vuil op en langs de straat terwijl ze door kunnen rijden naar de vuilstortplaats. De DC verafschuwt dit gedrag dat niet bevorderlijk is voor het district. Ik wil ze verzoeken, die mensen die zulke dingen uithalen, laten ze stoppen daarmee. Het is een vuilstortplaats. Maar niemand die voorbij gaat aan de hoofdweg, oost-westverbinding, hoeft op te merken dat er een vuilstortplaats daar is. Want die weg loopt helemaal naar binnen en het is verhard. Mensen, ik verzoek jullie bij deze om die gedragingen die jullie vertonen. Het is niet goed voor de wereld. Het is niet goed voor Marowijnen. Het is niet goed voor Mungo. Laten jullie die gedragingen achterwege. We kunnen ziek worden als je niet netjes op de juiste manier, op een verantwoorde manier met vuil omgaat, gaat de gemeenschap ziek worden. En dan hoor je, wanneer ze gedumpt hebben, dan bellen ze me kapot. They say, de weg is afgesloten, maar wie heeft de weg afgesloten? Gaat DC dumpen daar niet, toch? Mensen, het is een verzoek. Niet alleen, jullie moeten niet denken dat de DC alleen een slechte naam krijgt. Want de DC dumpt niet. Het is Marowijnen. Een soort Mungo en omgeving die een slechte naam krijgt. Dat we slordig zijn. Olivia Domini, ze zegt dat de totale gemeenschap in Mungo zal moeten werken aan een schoon milieu. Hoewel ze de vuilstortplaats zo aantrof bij haar aanstelling, heeft het commissariaat de weg al enkele keren laten openstoten. Omdat het vuil ook dwars over de weg wordt gestort. Domini ziet graag dat de gemeenschap van Mungo dit gedrag achterwege laat.